de Bard op je beeldscherm met een nieuwe video over mijn doelen voor 2018. Welkom! Waar ik mee wil beginnen, dat zijn de jaardoelen. Ik doe expres zo, want persoonlijk hou ik niet echt jaardoelen aan. Ik ben momenteel bezig met sterker worden. De mensen die de vlogs kijken, die hebben dat wel in de gaten. En ik heb dus meer een 20 weken programma gemaakt. Dus eigenlijk een half jaar planning. Waarom doe ik dat? Als ik... ik kan niet garanderen dat ik tot het einde van het jaar helemaal sterker wil worden. Voorlopig gaat het lekker, voorlopig gaat het goed. Voorlopig vind ik het hartstikke leuk, eigenlijk het leukste wat er is. En misschien zeg ik zo in de zomer, halverwege het jaar, van nou, ik vind mezelf toch wat te dik worden. Ik begin eerst met afvallen of nou, ik vind het niet meer zo, dus ik ga beginnen met spiermassa opbouwen of iets dergelijks. Maar of ik trek hem gewoon helemaal door tot het einde van het jaar. Dus durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik doe eigenlijk halverwege het jaar doe ik een soort van resume, zeg maar. Houd mezelf ook scherp, houd mezelf lekker bij van, houd mezelf lekker bij mijn doelen, etc. Maar voorlopig hou ik het lekker op kracht. Daar ga ik eigenlijk vanuit dat ik dat nog wel een lange tijd blijf doen. Maar you never know. Dus ik heb een 20 weken planning gemaakt. Oftewel gewoon een schema, een plan voor deze aankomende 20 weken. Als jullie mijn laatste vlog hebben gezien, mijn PR-dag. Daar zien jullie wat mijn 1 RM's waren. Wat ik maximaal 1 keer kon op bepaalde oefeningen. Ik zal hem nog even opzommen. Misschien even in beeld laten zien. Dus als 1 herhaling met alles. Een squat van 170. Een bench van 97,5. Een overhead press van 55 en een deadlift van 180 kilo. Dat is wat ik maximaal 1 keer kon. Nou wil ik dat natuurlijk deze 20 weken gaan verbreken. Dat gaan jullie in al de aankomende vlogs zien. Wat wil ik gaan verbreken en hoeveel wil ik het gaan verbreken? Ik wil natuurlijk alle oefeningen gaan verbreken. Een squat met 200 kilo. Dus dat is een vergeleken met mijn oude PR komt daar dus 30 kilo bij. Een bench van 110 kilo. Nou, daar komt dus 12,5 kilo bij. Een overhead press wil ik naar 70 kilo krijgen, daar komt 5 kilo bij. En een deadlift van 200 kilo, daar komt 20 kilo bij. Al die cijfers die zal ik zo halverwege, slash begin juni, moeten halen in theorie. Theorie is altijd natuurlijk heel makkelijk. Dan ben ik natuurlijk, ga ik vanuit, aanzienlijk dikker geworden. Ik mik zeker op 1-2 kilo per maand, dus dat moet goed komen. En misschien dat ik dan zeg, nou het is begin zomer, halverwege zomer. Laat ik eens even lekker gaan kutten. Laat ik eens even wat afvallen, wat gewicht eraf halen. Is voor jullie natuurlijk ook hartstikke leuk om te zien hoe ik dat doe. En voor de mensen die meer geïnteresseerd zijn in afslanken, dan krijgt deze vlog weer een beetje een andere categorie. Een beetje een andere doelstelling. Ja, dat is dat. Maar misschien dat ik dat ook niet doe. Misschien dat ik zeg van nou, het interesseert mij eigenlijk niet dat ik dikker ben. Ik blijf lekker gewoon door eten. Dus daarom zeg ik 20 weken planning. En aan de hand daarvan, een aantal weken van tevoren, maak ik weer een nieuwe vlog daarover. En dan zal ik gewoon weer nieuwe doelstellingen voor het nieuwe halfjaar plannen. Daarbij komt dat er in september hier een lokale strongman wedstrijd is. Moet eerlijk zeggen, het is niet professioneel of iets dergelijks. Het stelt niet heel veel voor. Maar Wout Zijlstra die komt daar ieder jaar. Die neemt meestal 2-3 van zijn eigen mensen mee. De eigen mensen die hij traint. Dat is natuurlijk wel hartstikke leuk om mee te doen. Ik ga er niet van uit als ik mee zou doen. Dat ik eerste zou worden. Absoluut niet. Waarom niet? Hij heeft natuurlijk bepaalde onderdelen die ik gewoon niet kan trainen. Wout Zijlstra is natuurlijk een heel goede professional. En als hij 2 van zijn eigen jongens meeneemt en jij traint met de oud-sterkste man van Nederland, dan is dat een beetje oneerlijke competitie. Plus hun weten wat de onderdelen gaan worden. Dus als ze zouden willen, ik weet niet of die jongens dat doen, dan zouden ze die op die onderdelen specifiek kunnen gaan trainen. Dan kunnen ze nu aan het begin van het jaar al een schema gaan maken. Dus een beetje oneerlijke competitie, moet ik zeggen. Maar goed, dat maakt voor mij niet heel veel uit. Want dat is eigenlijk de uitdaging, maakt het alleen maar leuker. En als je zou winnen, is de overwinning natuurlijk alleen maar groter. Dat is alleen maar leuker. Mitchell, die jullie wel eens zien in de vlog, die zit er ook aan te denken om mee te doen. We kijken het nog even aan. Ik ga er eigenlijk wel van uit. Het is voor mij ook natuurlijk hartstikke leuk. Misschien dat ik vaker eens een keer of in de toekomst wedstrijden wil gaan doen. Maar nu even kijken hoe komt het uit met, hoe gaat het met mijn voeding? Hoe gaat het met de zenuwen? Hoe eet je zo'n dag door? Als ik, stel je voor, ik volg deze 20 weken planning. En ik zou daarna die wedstrijd dan doen. Dan heb ik natuurlijk heel wat schade, heel wat verzuring over die 20 weken opgelopen. En als ik dan de 21ste week een wedstrijd ga doen, is dat niet de beste timing. Dan kan je beter even een rustige deload
doen. Dus even een weekje rustig, dan weer iets wat opbouwen en precies op je piekmoment meedoen aan die wedstrijd. Zulke soort dingen om dat uit te testen, dat is natuurlijk voor mij razend interessant, want ik ken alle theorie wel en nu nog in de praktijk brengen voor mezelf. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dus misschien dat ik daaraan zit te denken om mee te doen, maar dat zullen jullie ongetwijfeld te horen krijgen en te zien in deze vlogs, want dat is natuurlijk hartstikke leuk om te zien en hebben we weer een nieuw leuk doel. En dan voor de rest, voor het YouTube-kanaal, zou ik natuurlijk ook nog willen dat die groeit. Dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Ik zit wat meer in de krachtniche natuurlijk, wat echt specifiek in krachttrainingen en niet in bodybuilding-type trainingen of afslanktrainingen en vetverliestips, etc. Dus daar is de markt natuurlijk maar heel beperkt voor. Er zijn natuurlijk niet heel veel mensen die dat razend interessant vinden, maar dat maakt het natuurlijk niet minder leuk en minder uitdagend. Ook al heb ik maar een paar honderd mensen of een paar duizend mensen die gewoon op dit kanaal abonneren, kan je alsnog een hele sterke hechten en leuke groep bouwen. Voor de rest heb ik nog het herstel. Dat is ook nog wel een dingetje. Soms train ik natuurlijk op een zondag. Maak ik lekker veel volume. En dan train ik natuurlijk weer op een donderdag. En dan probeer ik mijn record te breken. En dat herhaal ik dan telkens weer. Maar soms train ik op een zondag zo hard voor mijn doen. Dat ik gewoon op die donderdag nog helemaal niet hersteld ben. En als ik op die donderdag niet hersteld ben. En ik ga mijn 1RM weer testen. Ik ga weer een klein recordje zetten. Dan heb je natuurlijk kans dat ik natuurlijk zondag weer niet hersteld ben. Dat mijn zondagtraining niet ideaal gaat en daarna mijn donderdagtraining weer niet, etc. En zo kom je natuurlijk in een visuele cirkel terecht. En ga je natuurlijk alleen maar bergafwaarts en een van bergopwaarts. Dus dat moet ik echt deze komende 20 weken goed te zien voorkomen. Vroeger deed ik, ja, wat zal het zijn, 4, 5 keer per week wel lekker foamrollen, stretchen. Ik nam er zeker 20, 30 minuten de tijd voor. Soms had ik zelfs echt een hele dag waarvan ik gewoon een uur bezig was met yoga en stretchen. Even je hoofd leeg halen, zulke soort dingen. Dat wil ik dit jaar zeker terug laten komen. Omdat ik toch merk dat, ja, ik moet gewoon goed herstellen. Geen 5 dagen in de week. Ik denk sowieso 2 keer per week. Daar ga ik een plannetje van maken. De oefeningen die ik moet doen, de stretches die ik moet doen, die zitten goed in mijn hoofd voor mijn lichaamstype, mijn problemen, mijn te holle onderrug, mijn te strakke bovenbenen, etc. Vooral na squatten, deadliften, etc. voel ik dat bepaalde spiergroepen toch echt flinke klappen hebben gekregen. En daar wil ik dit jaar wat meer de focus op leggen. Ook iets focus, zoals ik aan het begin al zei, zal ik op de overhead press leggen. Dat is toch een moeilijke oefening voor mij. En ik merk toch, als ik wat extra volume, wat extra herhalingen doe, dat dat echt heel veel nut heeft voor mijn overige press. Dus daar ga ik me ook iets meer op focussen. En voor de rest hoop ik natuurlijk dat ik jullie altijd gewoon kan vermaken. Dat ik wat, jullie wat leer. Dat ik jullie wat informatie bijbreng. Dat ik de vlogs wat interessanter hou. Zeg maar niet alleen maar het trainen, maar af en toe even een praatje tussendoor doen met hè, waarom doe ik dit, waarom doe ik dat. En daar wat meer instructie kan geven. Ik hoop natuurlijk ook dat jullie reageren. Even een reactie achterlaten. Van sommige van jullie heb ik al reacties gelezen. Van, dit is mijn doel, dat is mijn doel. Dat vind ik echt hartstikke leuk om te lezen. Want weet je, deze vlogs gaan misschien om mij. Maar ja, ik vind mezelf niet heel echt, eigenlijk niet echt heel interessant. Ik vind het meer leuk om te zien wat andere mensen ook doen. Om andere mensen te helpen. En om gewoon iemand anders beter te zien worden. En als ik daar deel van kan uitmaken, dat ik jou kan helpen en jou beter kan maken, kijk, daar haal ik voldoening uit. Weet je, dat vind ik gewoon leuk. Dus als jullie zouden willen, weet je, laat even een reactietje achter. Wat zijn jouw doelen? Wat wil je bereiken? Wat wil je zien in de vlogs? Wat wil je weten? Etcetera. Dat vind ik alleen maar leuk om jou te helpen. Dat is gewoon mijn doel. Dat is mijn passie. Dat, ja, daar geniet ik gewoon van. Dus bedankt en tot de volgende vlog. Mazzel!